mensen, mijn naam is de Matt Luigi en ik weet, ik ben een beetje laat met praten over de hele Xbox en Bethesda Showcase van een tijdje terug. Maar ik wil er toch nog even over praten. Ik heb het gewoon heel erg druk gehad met school en andere dingen. Dus ik heb niet zo heel erg veel tijd gehad om Summer Game Fest te coveren met een heleboel video's. Maar ik wilde toch nog hier een kleine video over maken. En zeker over de grote announcement dat Persona 3, 4 en 5 naar de Xbox en de PC komen. Maar daar gaan we zo meteen over praten. Ik wil heel eventjes kort voordat we daarover gaan praten een lijstje doorgaan met wat ik allemaal leuk vond van de presentatie. Ik ga ook alleen maar praten over de dingen die ik leuk vond van de presentatie. En als jullie mijn volle mening willen horen over alle dingen die we zagen in de showcase, dan moet je mijn live reactie bekijken. Dus zonder verdere brabbel, laten we beginnen. Dus de showcase begon met Redfall gameplay. Dit is een game van Bethesda die vorig jaar bij de Xbox Showcase was aangekondigd. We kregen toen alleen een CGI trailer en het leek dus op een of andere co-op shooter game. En ja, het is praktisch gezien een co-op shooter game met wat singleplayer elementen die je dus samenspeelt. Ik dacht origineel dat het gewoon een soort van Left 4 Dead-achtige shooter, gewoon een co-op shooter was die je online speelt met mensen om gewoon wat vampieren neer te halen. Maar blijkbaar is het toch wat meer singleplayer gemixt met multiplayer. Dus het is daadwerkelijk een verhaal waar je doorheen moet, wat interessant klinkt. De gameplay, ja, het ziet er prima uit. Het is, ik ben nog niet helemaal overtuigd van wat ik ervan vind en of dit iets is wat ik leuk ga vinden. De game ziet er een stuk wat meer unieker uit dan de meeste van dit soort online multiplayer shooters die we hebben gezien. Ik bedoel, we jagen op vampieren nu, in plaats van zombies, wat je meestal ziet. Dus dat is wel interessant. Het lijkt me ook wel gewoon een game die leuk is om af en toe te spelen met vrienden, weet je. Gewoon met een groepje vrienden en dan gewoon een beetje Redfall te spelen. Of het wat dieper is dan dat, dat moeten we nog zien. Maar het zag er prima uit. Volgende was een super grote mindblow voor mij. Silksong. Was bij de show. Het is bizar. We kregen een nieuwe trailer van Silksong. Het vervolg op Hollow Knight. En dat was echt bizar. Want iedereen associeert deze game met de Nintendo Switch. Iedereen zei de hele tijd, speculeert de hele tijd over wanneer het in een Nintendo Direct komt. En wanneer het in een indie showcase komt. En dan komt het bij de Xbox Showcase. Sowieso hebben ze een grote zak geld gekregen van Microsoft. Die game komt bij Game Pass. En ze hebben hem helemaal hier gemarket. Ze hebben een zak geld gekregen. Weet je wat die developers verdienen? Want het is een klein team. Het zijn geweldige games. Ik heb Hollow Knight voor een stukje gespeeld. Hele goede game. Je moet vragen aan Fish on a Stick, Joost, een maat van mij. Hij houdt van die game. Het is zijn favoriete game. Hij is echt heel erg gek van die game. Hij kan niet wachten op Silksong. Het is super cool dat we eindelijk wat meer gameplay zien. Nog geen echte release date. Wat een beetje jammer is, maar de game ziet er echt goed uit. Dus dat komt vanzelf wel. High on Life is een game gemaakt door de makers van Rick and Morty. En het voelt echt als een game gemaakt door de makers van Rick and Morty. Het ziet er prima, leuk, raar uit, helemaal gek. Het heeft de humor van Rick and Morty waar ik van hou. Ik zei tijdens de livestream wat dingen dat ik een klein beetje moe werd. Dat alles waar deze mensen aan werken gewoon praktisch gezien weer Rick and Morty is. En mensen waren daar niet blij mee. Dus het spijt me. Officieel hier, het spijt me. Ik had het fout. Ondanks dat ik het nog steeds een beetje naar vind dat letterlijk alles wat ze werken gewoon Rick and Morty weer is. Maar dat maakt niet uit. Zelfs dingen die niet van hun zijn waar ze aan werken zijn Rick and Morty. Maar dat maakt helemaal niet uit. De game ziet er leuk uit. Het heeft de humor van Rick and Morty. Het heeft gewoon hun eigen stijl. Het is uniek. Het is iets heel anders dan we normaal zien met in gaming. Dus weet je wat? Het ziet er prima uit en ik check het vast wel uit als het eenmaal uitkomt. Ik zeg heel veel uit. Dat is heel raar. We kregen Overwatch 2 gameplay met een hele nieuwe hero, wat erg nice was. I guess dat Overwatch 2 telt als een Activision of als een Xbox game, aangezien Activision van Xbox wordt. Dus I guess dat we dit kunnen zien als een grote nieuwe game van Xbox, soort van een klein beetje. Niet helemaal, want volgend jaar krijgen we pas. Dat wordt Activision pas wel. In ieder geval, werd aangekondigd dat we op 4 oktober de volle beta gaan krijgen. Tenminste, de game komt dan nog niet volledig uit, maar we krijgen een beta die gewoon iedereen kan downloaden. De game komt soort van uit, maar toch ook weer niet. Op 4 oktober, ik kijk er erg naar uit. Het wordt ook free-to-play. We hebben ondertussen ook die hele showcase gehad van Overwatch, waarbij ze allemaal dingen vertelden over hoe de game werkte. Het is nu tegenwoordig free-to-play, wat beetje naar is. Ik bedoel, het werkt, I guess, voor een live service game als Overwatch. Alleen, ze hebben nu een battle pass en weet ik het wat, een hemel gaar. Ze hebben lootboxes eruit gehaald. Wat heel erg goed is. Ik bedoel,
persoonlijk, ik heb nooit een probleem gehad met de lootboxes in de originele Overwatch. Want ze zijn echt super makkelijk te krijgen. Ik heb er 100 van die dingen. Nog nooit een cent uitgegeven aan Overwatch. Naast die 20 euro die ik origineel uitgaf aan de game toen die op sale was. Dus I guess omdat ze zo makkelijk te krijgen waren dat niemand ze kocht. Dus dat ze denken van, oh, we moeten ze eruit halen. En dan moeten ze een Battle Pass toevoegen. En ik heb echt een hekel aan Battle Passes. Die zijn zo gaar. Ik hoop niet dat het echt een beetje te veel progressie en content achter, hoe heet het, euromunten stopt. Want hoe heet het met de Battle Pass? Het is een manier om extra content te krijgen en extra dingen te unlocken. Alleen je moet ervoor betalen, weet je. Het zijn microtransactions en lootboxes met extra stappen. Dat is gewoon hoe dat is. Maar nee, game ziet er nog steeds goed uit. Ondanks dat het eigenlijk gewoon nog steeds Overwatch 1 is, maar laat dat maar zitten. En de nieuwe Hero. Superleuk concept. Ik ben heel erg fan van Junkrat en Rodok met een hele Junkertown gedoe. Deze character die een beetje in die stijl past, dat is leuk. We hebben een klein trio van Junker guys en het is echt heel erg leuk. Ik kan niet wachten om wat voice lines te horen tussen die drie characters. Dus ja, 4 oktober, ik kan niet wachten. En binnenkort komt er ook een beta waar ik me al voor heb ingeschreven. Maar aan de andere kant, het is nog steeds Activision, dus we kunnen maar een klein beetje hype zijn natuurlijk. Minecraft Legends was aangekondigd, dus een hele nieuwe spin-off van Minecraft. De game ziet er gewoon bizar en anders uit. We hebben natuurlijk ook eerder Minecraft Dungeons gekregen en die game is prima, I guess. Ik heb de game nooit gespeeld, het ziet er prima uit. Ik hou normaal van dungeon crawlers, alleen ik heb gewoon geen kans nog gehad om die game te spelen. Misschien een keertje doen. Minecraft Legends is een soort van strategy game. Waarbij het verhaal is van, het is de overworld versus de netherworld. Of iets in die richting. En dus je krijgt legers die iemand commanden. En dan ga je oorlog voeren. Het ziet er leuk uit. En man, wat ziet deze game er uniek uit voor een Minecraft, weet je. Het ziet er gewoon echt uit als een Minecraft mod. Weet je wel, qua models en qua dingen en features die erin zitten. En dan kijk ik naar de echte, daadwerkelijke Minecraft die ik ermee speel. En dan denk ik zo van, waarom zitten sommige van deze dingen niet gewoon in de daadwerkelijke Minecraft? Mojang, kom op. Waarom krijgen wij niet dat soort coole structures met die coole nieuwe mobs? Het is hetzelfde met Minecraft Dungeons. Je hebt zoveel coole dingen in Minecraft Dungeons. Ik heb de game niet gespeeld, maar ik heb gameplay van gezien. Er zitten zoveel leuke dingen in Minecraft Dungeons en models en mobs en weet ik het wat. En die zitten gewoon niet in de daadwerkelijke Minecraft, wat echt heel verdrietig is. Maar hey, in ieder geval, Minecraft Legends komt in 2023 uit en waarschijnlijk ga ik het niet spelen. Want ik heb ook heel lang gewacht met Minecraft Dungeons, maar het ziet er prima uit. Grounded komt september 2022 eindelijk uit. Oh man, eindelijk! Ik wacht al zo lang om deze game te spelen. Hij is al een tijdje uit, technisch gezien, Early Access. Ik hou niet van Early Access. Ik wacht gewoon altijd totdat de game volledig uit is voordat ik hem wil spelen. Want ik wil gewoon alle content hebben die je te krijgen valt, gewoon op dag 1. Dus september 2022, ik ga die game dan lekker spelen. Ik kijk er echt super erg naar uit. Op deze game, oh, je kan klein worden. Je zit dan in de achtertuin. En dan kan je basis bouwen en met hoe heet het, insecten vechten die grote monsters zijn en gaten ingaan wat grotten zijn. En, oh, het ziet er zo cool uit. Ik wil het zo graag spelen. Sea of Thieves Season 7 komt eraan. Ik ben echt een heel groot fan van Sea of Thieves. Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld. Maar echt, het is zo'n leuke game. Het heeft een heleboel content. Het heeft zelfs wel Pirates of the Caribbean content die ik voor een stukje heb gespeeld. Echt een hele leuke game. Season 7 komt eraan. Wat een leuke trailer. Dus ja, daar kijk ik naar uit. Dan vervolgens, we skippen eventjes het Persona gedeelte. Want ik wil dat voor het laatste deel bewaren. Starfield gameplay. Ik voel er gewoon echt niks van. Oké, er zijn aspecten die leuk zijn aan Starfield. Je kan je eigen schip bouwen. Gewoon letterlijk. Je schip is eigenlijk je vliegende basis. Dus je kan je schip helemaal customizen zoals jij wil. Dingen eraan toevoegen en ermee vliegen. Dat is cool. Dat is nice. Daar wil ik mee verder. Sommige van de planeten zien er ook wel interessant uit. Helemaal leuk. Dit wordt beschreven als Skyrim in space of Fallout in space. En die gameplay van die games is ook leuk. Vooral van Skyrim, want Skyrim heb ik meer gespeeld dan een Fallout game. De enige Fallout game die ik heb gespeeld is 76, dus dat zegt genoeg daarover. Dus dat concept van grote wereld met een aantal planeten hebben die je kan ontdekken, dat is leuk. Beetje zoals No Man's Sky, maar dan als een Bethesda game. Wat niet leuk is, is al het andere. De game ziet er gewoon een beetje saai uit. Ik weet sowieso niet of dit daadwerkelijk een echte game. Want het ziet er in sommige aspecten gewoon pre-rendered uit, weet je. Het voelt niet alsof iemand het is niet zoals bijvoorbeeld met Sonic Frontiers. De trailers die we tot nu toe hebben gezien, hoe verschrikkelijk die ook zijn.
Bij dat zie je dat iemand speelt de game gewoon. Iemand heeft de game, heeft de controle in zijn handen en die speelt het. En dat is het enige wat je ziet. En dat zijn goede trailers. Ik bedoel, ze laten slechte stukjes van die game zien. De marketing van Sonic Frontiers is verschrikkelijk. Maar dat, het is hoe ik het wil. Ik wil gewoon de game zien. Gewoon iemand die een stukje van de game speelt. En bij Starfield voelt het meer als een soort van trailer gemixt met een klein beetje gameplay. Maar het voelt niet alsof iemand daadwerkelijk het aan het spelen is. Het is gewoon zo'n, oh, het is Starfield en het is eigenlijk nog gewoon een trailer. Dus ja, I guess dat we hier gewoon even op moeten wachten. Hij komt volgend jaar uit. De game ziet er nog een beetje ruig uit. Het was geen goede reveal. Want de meeste plekken waar ze waren door deze hele trailer heen, waren stenen. Gewoon grijze, saaie steenplaneten. Manen, weet ik het dat allemaal. En ze laten niet genoeg zien van de andere aspecten van de rare alienwerelden. Wat erg vervelend is, want ik denk niet dat goed de game representeert. Maar als dit het is, gewoon na een paar saaie planeten gaan met een stel stenen erop, dan is het zo van, oké, weet je, whatever, dan heb ik er niet heel veel interesse in. We moeten gewoon kijken. Dit is gewoon niet hoe je een game moet revealen. We weten al zo lang dat Starfield komt. Ze hebben ons al zo lang ermee geteased met logo's en met cinematic trailers en met al hun ideeën dat ze zeggen van, oh, het gaat dit worden, het gaat dat worden. En in al die jaren dat het is aangekondigd, hebben we er gewoon niks van gezien. En dit was de eerste keer dat we eigenlijk Starfield gameplay zagen. Wordt zo erg opgehyped en het is gewoon heel erg teleurstellend. Tenminste, zo van, het doet mij niks. Het doet me gewoon. Dit is niet hoe ze het hadden. Dit had het jaar moeten zijn dat ze Starfield voor de allereerste keer zouden aankondigen. Dat had het moeten zijn. Ik denk dat de reactie op de gameplay dan een stuk beter zou zijn dan, Starfield, die game die zo erg is opgehyped, ziet er niet uit. Dus in ieder geval, ja, Starfield, we gaan het zien. En dan nu de grote bombshell van deze presentatie. Persona 3 Pocket versie, of Portable versie, of hoe de game ook heet. Persona 4 Golden en Persona 5 Royal komen naar de Xbox en de PC. En dat is bizar. Natuurlijk, we hebben later ook gehoord dat die naar de PS5 komen, al die drie games. En niet naar de Switch. Wat heel erg raar is. Dat is echt heel erg raar. Maar whatever. Persona 5 komt later dit jaar al. Deze game komt op 21 oktober van dit jaar komt hij al naar Xbox. En dan komen Persona 3 en 4, die komen later. Nogmaals, alleen naar de Xbox, PC en de PS5. Niet naar de Switch, dat heel erg raar. Je hebt letterlijk een game, Persona 3 Portable, die naar een niet-portable console komt. Ik bedoel, ik heb een Steam Deck, dus ik kan vast deze games als ze worden afgesteld en geüpdate. Kan ik ze vast wel op de Steam Deck spelen, wat nice is. Maar ja, deze games komen, en Persona 4 zit trouwens al op Steam, hè. Maar deze games komen dus naar de Xbox. Dat is het coolste hieraan. We vragen al zo lang aan Atlus dat ze hun games kunnen porten, want deze games zijn jarenlang PlayStation exclusief geweest, want ze hebben gewoon een goede relatie met PlayStation, I guess. Maar Sega en Atlus hebben gewoon voor jarenlang niet begrepen dat deze games waarschijnlijk beter verkopen als ze op meer platformen zitten. En toen ze in 2020 Persona 4 Golden opeens willekeurig op PC hadden gegooid op Steam, verkocht het geweldig. En Sega had gezegd dat ze verrast dat de game geweldig verkocht op een ander platform naast de PlayStation. Dus ik ben heel erg blij. Het is gewoon bizar. Ik hoop dat hier physical releases van komen. Zeg maar, als er een physical release op de Xbox van deze drie games komen, ik koop die meteen. Wat is hilarisch. Het is gewoon hilarisch. Ik ben vooral blij dat ze eindelijk ook, ik neem aan dat ze fysiek komen. We weten nog niks. Het kan net zo goed zijn dat 3 en 4 en 5 allemaal digital only zijn, wat naar ze zijn. Maar het is vooral nice dat 3 en 4... En vooral 3, want 3 is al zo lang niet gereleased. Dat die games naar meerdere platformen komen. En dat het gewoon makkelijker is om ze te spelen. Ik vraag me af waarom ze niet Persona 1 en 2 weg naar andere platformen porten. Maar dat is dan weer een zaak van andere. Het is gewoon nice dat Atlus eindelijk begint met meer van hun games te porten naar andere platformen. Want dat zorgt er gewoon voor dat meer mensen de kans hebben om ze te spelen. Ik bedoel, ik heb een PS4 en ik heb speciaal voor deze video pas voor de eerste keer Persona 5 Royal gespeeld. Ik had de game op sale op Amazon gekocht een tijdje terug. Geen kans gehad om te spelen. Heb nu gewoon puur van B-roll footage heb ik de game gespeeld voor deze video.
En ik zit eraan vast. Nee, ik wil gewoon nu doorspelen. Ik wil gewoon nu doorspelen. En nu zit ik natuurlijk te denken van, oh, maar later dit jaar komen ze ook op PC. En dan weer op de Xbox. En daar wil ik ze eigenlijk ook wel graag op hebben. Maar nou ben ik gewoon Persona 4 Royal lekker op PS4 aan het spelen. Of Persona 5 Royal lekker op PS4 aan het spelen. En het is goed. Het zijn echt goede games. Ik heb ook Cavern gespeeld. Atlas maakt echt hele goede games. Ze hebben zo'n bijzondere, unieke stijl. En zulke rare plotten, maar echt rare realistische characters, weet je wel. Het voelt wel alsof het echte mensen zijn die in deze situaties worden gegooid. En dat is echt iets unieks aan Atlus dat ze dat kunnen doen. Dus het zijn geweldige games, dus het is echt heel goed en mindblowing dat deze games eindelijk naar meer platformen komen. En vooral naar de Xbox. Dit worden Game Pass games, oké? Deze PlayStation exclusieve games. De games waarvan iedereen altijd zei, oh, koop gewoon een PlayStation 4. Niet iedereen koopt de PlayStation 4. Sommige mensen vinden de Xbox of de PC leuker. Ze hebben niet allemaal het geld of de resources om alle platformen te kopen, oké? Dus het is echt bijzonder, want vroeger was ik echt heel erg van de exclusieve games. En tegenwoordig ben ik zo van, wat boeit het, port gewoon je shit op alles. Het maakt niet uit waar je ze naartoe port of waar je ze kan spelen. Laat mensen het gewoon spelen. Zowel, ik ben nog steeds van mening dat Nintendo hun games op PC moet gaan gooien, oké? En ik weet dat ik daar haat voor ga krijgen om een of andere reden. Maar kom op, deze games, Sony heeft het gezien, Xbox heeft het gezien. Games verkopen beter als ze op meer platformen zitten. Oké, Microsoft zou met alle liefde, of met een heleboel succes waarschijnlijk Minecraft exclusief kunnen houden aan de Xbox. En dan zou de Xbox een heleboel systemen verkopen. Alleen, ik denk dat Microsoft zich realiseert dat een game zoals Minecraft gewoon beter is om overal op uit te komen. Net zoals met de andere games die ze ook op PC gooien. Omdat het dan gewoon meer mensen bereikt en ze er meer mee kunnen verdienen. En het is hetzelfde met alle andere games. Dus ik ben erg blij dat Atlus en Sega nu eindelijk goede beslissingen maken. En deze games gewoon naar andere platformen stoppen. Want dan gaan ze nu gewoon meer verkopen. Dus dat was echt een grote bombshell. En ik kan niet geloven dat het gebeurt. Dus in ieder geval, dat waren alle grote announcements die ik persoonlijk leuk vond van de, of bijzonder vond van de showcase. Wat vond ik nou van de showcase? De showcase duurde bijna 2 uur lang. En een heleboel mensen waren er heel erg teleur mee gesteld. Maar ik vond dit een hele leuke showcase. Het was gewoon entertainend. Het had een goede flow. Ze deden op de goede manier zo'n grote showcase. Bij Summer Game Fest, die we een tijdje terug hadden, was het grote probleem dat ze heel veel tijd spendeerden aan games en interviews die gewoon voor de meeste mensen niet interessant waren. Bij deze Xbox Showcase waren een heleboel soorten games. En ja, er waren interviews en dingen over games die mij niet zo erg interesseerden. Bijvoorbeeld, ze hebben heel veel over Forza gesproken. En ik geef niks om Forza. Het spijt me. Er komt blijkbaar een nieuwe game dit jaar uit. Boeit me niet. Daar hebben ze een hele tijd over gesproken. Maar er zat zoveel meer in wat wel entertainend was. Dat had gewoon een goede flow. Er waren veel gamepies, ook van Xbox zelf. Een heleboel exclusieve games. Dus ik vind, ondanks dat niet al die exclusieve games mij interesseerden, ik vind dat ze het heel goed hebben gedaan met deze showcase. En ik denk dat de komende 12 maanden, want dit zijn allemaal games die in de komende 12 maanden uitgekomen, ik denk dat ze echt een heel goed komend jaar voor zich hebben met zowel third parties als exclusieve games. Zeker als Activision eenmaal onder Xbox zit. Dus ik was erg tevreden met deze showcase. Het heeft een paar bombshell reveals gehad met Silksong, Starfield, tenminste Starfield voor sommige mensen, voor mij dan niet per se. Persona die naar de Xbox komt, dat zijn allemaal goede reveals en goede trailers en goede world premieres. En dat is het liefste wat je wilt van deze E3/Summer Game Fest presentaties. Dus in ieder geval mensen, dat is wat ik vond van de showcase. Maar wat vonden jullie ervan? Vonden jullie het goed? Vonden jullie het niet goed? Wat vinden jullie ervan dat Persona naar de Xbox en de PC komt? Laat het me weten in de comments. Ik wil dat heel erg graag van jullie weten. En vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook wel leuk. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!